Ten Havenplant in Honselersdijk is een gerenommeerde kweker van campanula's en cyclamen. Doordat de productie vergroot werd door een uitbreiding van het areaal, ontstond de wens om het afleverproces verder te automatiseren. Samen met WPS Horti Systems is een systeem uitgedacht dat alle wensen verenigde. Eisen als elke 24 uur herbeoordelen, regelmatig water geven en met zeer hoge capaciteit planten afleveren bleken goed gecombineerd te kunnen worden. In het systeem worden planten met behulp van twee automatische uitraaprobots uit containers geraapt en ingevoerd in het systeem. In het Plant Vision System worden planten onder andere beoordeeld op hoogte en aantal bloemen. Op basis van deze beoordeling kunnen de planten naar een van de twee afleverbuffers afgevoerd worden, waar ze per sortering in een van de buffergoten geplaatst worden. Per goot kan door middel van een app-vloedsysteem water worden gegeven. De stuwing van het water zorgt dat het waterniveau stijgt om de planten voldoende water te kunnen geven. De software geeft een nauwkeurig inzicht in de beschikbare voorraad. Orders kunnen samengesteld worden vanuit iedere goot in de beide afleverbuffers. De inpakposities kunnen tevens dienst doen als schoonmaakposities. Planten welke niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen kunnen automatisch retour worden gestuurd met het predicaat A2. Tegelijkertijd wordt er automatisch een nieuwe plant ter vervanging afgestuurd naar de inpakposities. Bij Ten Haven wordt met maximale efficiëntie zeer klantgericht afgeleverd.